I'd put heaven by your side, your side. Pretty flowers would grow whenever you walk, honey. You know in your head would be the bluest sky. And I'd take every drop of rain and wash all your troubles away. I'd have wrapped up in you, darling, and that would be alright. Paard van Troje is bekend onder alle Haagse jongeren die regelmatig uitgaan. Van de buitenkant ziet het er niet bepaald klassiek uit, maar de naam zegt het al, Paard van Troje. Dit verwijst naar het bekende paard uit de Trojaanse oorlog. De Trojaanse oorlog staat beschreven in de Ilias van de Griekse dichter Homerus. De Trojaanse oorlog begon met het uitkiezen van de mooiste godin door Paris, die de mooiste godin dan een gouden appel moest geven. Venus beloofde hem Helena, de mooiste vrouw op aarde, en Paris gaf haar de appel. Toen Paris Helena meenam uit Griekenland terug naar Troje, werden de Grieken woest en bezetten zij 10 jaar lang het gebied rondom Troje. De oorlog werd gewonnen doordat de Grieken het Trojaanse paard als list gebruikten om zo de stad binnen te komen en in te nemen. Het begrip is sindsdien niet meer weg te denken uit onze tijd. In de digitale wereld heb je de Trojan Horse en in de echte wereld het paard van Troje. De disco dus. Zoals we al eerder zagen zijn er gebouwen van alleen de naam bevalt. Zo ook de Poogie Studio hier achter ons. Poogie Studio is een vereniging van beeldend kunstenaars opgericht in 1847. Sinds 1901 is Poogie gevestigd in dit prachtige pand in het centrum van Den Haag. In dit huis tonen de kunstenaars hun werk. Poogie komt van het Latijnse woord pulcher, wat mooi betekent. Paleis Noordeinde is het werkpaleis van koningin Beatrix. Het is gebouwd in de Renaissance en het is daarom ook niet wonderbaarlijk dat er talloze klassieke aspecten zichtbaar zijn. Naast een decoratieve functie hebben ze nu ook een dragende functie. De kenmerken zijn de zuilen en de hele mooie versierde timpaan. Het Gouden Hoofd is de oudste herberg van Den Haag. Het is ook niet zo vreemd dat dit oude gebouw klassieke invloeden heeft. Vanaf de middeleeuwen stond hier al een herberg met deze naam. Het huidige gebouw uit 1937 is min of meer een kopie hiervan. De vergulde koppen in de frontons en de gebeeldhouwde festoenen zijn afkomstig uit het gesloopte 17e eeuwse pand. Het Binnenhof is al jarenlang het politiek centrum van Nederland. Rond het Binnenhof is zelfs Den Haag ontstaan. In het Binnenhof zijn veel klassieke aspecten zichtbaar, zoals bijvoorbeeld de Zuilengalerij. De zuilen hier zijn van Dorische orde. Verderop in het Binnenhof zijn al meer klassieke aspecten zichtbaar. Het Mauritshuis is een rijksmuseum met voornamelijk schilderijen uit de Gouden Eeuw. Het gebouw behoort tot de top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. De klassieke bouwstijl, de zuilen en het timpaan zullen er ongetwijfeld aan hebben bijgedragen dat het Mauritshuis op deze lijst staat. Dit gebouw heeft andere architecten geïnspireerd. Onze volgende locatie is het Haagse Historisch Museum. Het is in 1636 gebouwd voor Sint-Sebastiaans doelen. Het ontwerp is van Arend van Schravenzanden. Binnen is in de loop van de jaren veel veranderd, maar de buitenkant is nog altijd hetzelfde gebleven. De gevel wordt gesierd door een mooie timpaan en 4 ionische zuilen.
De gevel is dus klassicistisch. In 1986 heeft het museum hier in het gebouw zijn intrede gedaan en in 2004 is de gevel grondig gerenoveerd. Koninklijke Schouwburg is de bakermat van cultuur en toneel. Dit kunt u al gelijk zien, omdat het gebouw een belangrijke en statige indruk maakt. Dit komt door de klassieke bouwstijl die erin verwerkt zit. Dat is namelijk de halfzuilen en de timpaan. Niet alleen buiten, maar ook in de zaal ziet u nog invloeden van de Romeinen. Namelijk een schild waarop de afkorting SPQH te zien is. Het is afkomstig van SPQR. Dit is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, wat betekent de Senaat en het volk van Rome. Het was de spreuk die fungeerde voor het Romeinse Rijk. SPQH staat op het stadhuis van Haarlem, maar ook boven het toneel. Nu staan we voor de Hoge Raad. Aan het Lange Verhout hebben niet altijd zulke mooie huizen gestaan. De oudere, kleinere huizen raakten in verval en eind 17e, begin 18e eeuw werd er veel gesloopt. Op nummer 34 werd hier in 1734 voor de rijke bankiersdochter Adrienne Marguerite Huetegan een hugenote, een stadspaleis gebouwd. Het werd gebouwd door Daniel Marot, ook een hugenoot. Het werd gebouwd in Lodewijk de 14e stijl, omdat hij de zoon was van de hofarchitect van Lodewijk de 14e. Na haar overlijden koopt haar buurman baron van Tel het huis Huetegans. Hij bezit ook een pand aan de andere kant van haar huis. In 1761 laat van Tel door Pieter de Zwart een nieuwe gevel maken voor de drie huizen. Koning Willem I heeft tijdelijk in dit huis gewoond na zijn aankomst in Nederland, in de afwachting dat Paleis Noordeinde gerenoveerd was. Hij verhuisde in 1815, maar de kroonprins, de latere koning Willem II, heeft er nog 2 jaar gewoond met zijn vrouw Anna Paulowna. Aan het begin van de 19e eeuw kreeg dit pand de naam Koninklijke Bibliotheek. Aan het eind van de 20e eeuw tot heden wordt het gebouw in gebruik genomen door de Hoge Raad der Nederlanden. De Hof van Rouw is een hofje uit de 17e eeuw. Hier aan de Lange Beestenmarkt is een poort die toegang geeft tot de Hof van Rouw. Daar staan de huisjes rondom de met buksesperken en roos bepante hof. Het uiterlijk van de huisjes is 17e eeuws, maar binnen zijn wel enige aanpassingen verricht. De timpaan geeft een klassiek uiterlijk. Het hofje van Nieuwkoop stamt uit de 17e eeuw. De timpaan die we hier zien is het bewijs dat deze bouwstijl niet alleen nu wordt gebruikt, maar ook in andere tijden en nog steeds bevalt. Ook opvallend is de Latijnse tekst op de gevel.